We zijn hier vanavond bij Unity voor een informatieavond van een eerste versie van de omgevingsvisie over Vecht. Omgevingsvisie is een plan voor de toekomst en wij kijken in deze omgevingsvisie naar 2040, waarin we eigenlijk voor een hele wijk keuzes willen maken van waar willen we dat het groen is en blijft, hoe willen we dat het verkeer eruit ziet in 2040 en ook waar zien we voor de toekomst woningen en waar zien we ook voor de toekomst plek voor werken, sporten en andere voorzieningen. U bent vandaag gekomen op de informatieavond van de gemeente over de omgevingsvisie. Waarom vond u het belangrijk om hier vanavond aanwezig te zijn? Nou, ik denk dat als je wordt uitgenodigd door de gemeente om je stem te laten horen, en zeker in zo'n wijk die je niet altijd even makkelijk heeft, dan moet je er zijn. Plan over Vecht, dat is natuurlijk een enorm plan. En omdat wij daar op heel korte afstand bij wonen, willen wij wel graag weten wat dat voor ons gaat betekenen. Ja, het is heel goed dat je als bewoner dan kan zeggen van ja, wij kennen onze buurt en we kunnen precies aangeven van nou, dat is wel handig en dat is niet handig. Ik vond het heel belangrijk omdat ik hier in het gebied woon en ik ook in het team Overvechtcentrum zit voor de nieuwbouwplannen van het winkelcentrum. Dus ja, en dat heeft ook alles met de omgevingsvisie te maken. Heeft u vandaag meer duidelijkheid gekregen over wat er in uw buurt mogelijk gaat veranderen? Ja, ik denk wel dat het veel duidelijker is geworden. En we hebben ook nog zeg maar onze inbreng daarin kunnen geven. Ja, enorm. Ik was helemaal nergens van op de hoogte. Nee, hetzelfde. Ik wist eigenlijk ook niet van de plannen. In veel opzichten wel. Er zijn ook nog een aantal belangrijke dingen waar we het vanavond ook over hebben gehad die nog ingevuld moeten gaan worden. Dus dat gaan we over een aantal maanden nog weer terug horen en dan gaan we het daar verder over hebben. Heeft u dingen gehoord waar u het heel erg mee eens bent of heel erg niet mee eens? Dat er niet te veel bij ons in de buurt bebouwd moet worden, want dan wordt het heel dicht. En dan wordt het heel benauwd voor ons. En dat vinden we gewoon heel jammer. En sowieso vinden we het wel belangrijk dat Overvecht gewoon goed groen blijft. Dat wij gewoon nog zonlicht houden. Ja, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Als alles 20 hoog wordt, ja, dan kan er geen zonnestraaltje meer van in de huiskamer en in de keuken. Er kan nergens meer zon bij komen. Dat de Carnegie-dreef zou worden, dat daar een knip komt voor autoverkeer. Dus dat er geen auto's meer komen te rijden, maar alleen maar bijvoorbeeld een busbaan en fietsers en voetgangers. En dat vind ik wel een heel interessante optie. Ja. Ik snap dat er een weerstand zit bij bepaalde mensen, maar ja, ik zou het heel fijn vinden als dat meer autoluw wordt. Ja. Ja. Wat ik zie is dat ze echt wel met meerdere dingen rekening houden. Groen, woonplekken, ja. Vervoer, veiligheid, culturele plekken om samen te komen. Ja. Dus ik ben eigenlijk al heel erg blij dat er plannen gemaakt worden. Want Overvecht is al best wel mooi en groen. Maar er kan echt nog veel beter. Ik ben het er wel mee eens dat wordt ingezet op zorgen dat er meer en betere kwaliteit groen in de wijk komt. En dat ook geprobeerd gaat worden om meer en betere winkels en voorzieningen te krijgen. Ik word wel enthousiast van het idee om auto's niet overal maar meer te laten rijden. En om dat een beetje in de buurten zelf te houden. En te concentreren op Arnsen Dreef en Franciscus Dreef. Ik vind het heel belangrijk dat er goed naar mobiliteit wordt gekeken. Dus niet zomaar allemaal straten afsluiten, maar kijken van welke straten dan al afgesloten worden. Want je kunt wel een hele buurt gaan afsluiten. Maar als die mensen helemaal om de wijk heen moeten rijden, dan gaat dat niet werken. Ik mis wel wat divers publiek. Ja. Dus ik denk als je toch nog meer mensen wil horen, dan moet je toch iets meer nog aan de deuren langs. En mensen gewoon simpelweg vragen of ze komen. En ook, ja, sommige mensen zijn wat spontaner. Die beslissen op de dag zelf of ze nog willen. Dus daar zou wel meer tijd in gestopt mogen worden.